Misschien zit hij daar wel naast me in de metro. Of zit hij daar wel bij mij bij de kassa. Je weet het niet. Je weet niet wie je kan vertrouwen. Geen dag gaat er voorbij zonder dat Juleska bezig is met de dood van haar nicht. Als ik op werk ben, als ik gewoon thuis zit. Ik ben gewoon niet bezig met volgend jaar. Ik ben niet bezig met dit jaar. Ik ben niet bezig met over 2 jaar. Ik ben nog steeds bezig met 2016 wat er met haar is gebeurd. En waarom? En wie heeft dit gedaan? Op 17 november 2016 brengt Rosleni haar dan 6-jarige dochtertje op de fiets naar school. Korte tijd later wordt ze hier zwaargewond gevonden. Ze is neergeschoten en overlijdt ter plekke. Haar familie organiseert een paar dagen later een stille tocht voor haar. Elke dag zeg je hoeveel je van ons hield of van ons houdt, douche. Hai, droom je douche, mijn amor. De politie heeft na een paar maanden beelden vrijgegeven van een persoon die Rosleni op de fiets heeft opgewacht en achtervolgd. Maar wie die man of vrouw is, is niet duidelijk. Diegene heeft niet eens 1 seconde bij stilgestaan van je kan dit niet maken, ze heeft een dochtertje. Helemaal niks. En ik heb dan geen woord voor iemand. Harteloos vind ik dan nog te zacht. Koudbloedig vind ik te zacht. Misschien lijk ik van buiten wel heel vrolijk, maar van binnen ben ik kapot. Helemaal kapot. De politie laat weten dat het onderzoek in principe is afgesloten, omdat er geen aanknopingspunten meer zijn die verder onderzocht kunnen worden. Maar de hele familie van Rosleni hoopt toch nog op een doorbraak. Alsjeblieft, als je iets weet, meld het. Ik wil gewoon justice. Het hoeft niet voor mij, maar doe het dan gewoon voor dat kind. Ze heeft geen moeder meer.